Mooi mensen, Bart is hier. Welkom terug. Canadian Farming Map. We hebben in mijn ladertje van alles opgehaald. Kool, tomaten, rode kolen, bloemkolen, van alles. Hier kunnen we een dagje van eten, dacht ik. De auto's hier rijden extreem langzaam. Dat staat ook niet zo erg, want ik val steeds in de richting van de verkeerde afslagen. En op dit moment rijd ik vast weer. Nee. Ik ga een keertje goed. Ja, ik ben hier ook al eens geweest door de berm heen. Ik ben hier een keer halverwege opgestoken. Hier ben ik ergens nog een keer tussendoor gekomen. Goed. We hebben aardig weer wat centen. Ja, een stukje volle ladingen. Dubbele trailers. Dat rijdt toch het mooiste. Andere truck ervoor. Die vorige truck die. Is niet zo. Inklassetje. Niet zo heel goed. B, uitlaatcentrum. E, uitlaten. En dit wordt snel verkocht hoor. Pof. De pallets vliegen hier de deur uit. Die gaat weg. En die gaat weg. Roep. Daar gaat er een. Zoep. En nog een. Hop, weg. Daar valt nog wat pallets naar beneden. Ja, dan gaan we. Kerel, ga aan de kant. Ja, joh, loopt het was erheen. Hi. Ja, wat nou, hi? Je loopt vast op de truck heen, gek. Kijk eens. Ik ben nog niet weg of. Ze zijn nog met de laatste pallets bezig. Ja, verkoop gaat hier. Ik denk dat de mensen hier aardig honger hebben ofzo. Hop, weg. 5, 36. Jongen. Oké. Nou. Dat is wel. Oh. Aardig goed. We gaan eentje verder hoor. Een beetje minder verkeer hier hè. Alleen die wandelaars die overal. Waar ze over straat lopen. Ja, ja. Die rommel die eruit kan straks ook verkocht worden. Sorry. Die hoorde ik zelfs nog. Nou ja, goed. Dus we gaan eerst maar eens weer nieuwe pallets maken. Ik zou het heen kunnen brengen, maar ik heb al mijn bulkcenten erop staan. Dus. En een hoop kabaal hier. Ja, deze trailer is wel zaak dat je rustig aanrijdt. Anders verlies je pallets. Daar ben ik de harde manier achter gekomen. Ik ben dus pallets verloren. Ergens op de kaart zweven pallets. Ja, ergens op de kaart. Compost is hier ook bijna op. Genoeg. X. Ik ga geen nieuwe pallets oppakken, dus opladen. Oh. X. En gelijk je laadproces uitzetten. Anders pakken we toch weer
nieuwe pallets op. Wat wij niet willen. Nou, twee keer. Uitladen. Twee nog. Twee. Nou, die kunnen hier wel heen, dacht ik. Zo. Tijd voor de pallets. Kijken hoe deze binnenkant eruit ziet. Ook redelijk, toch? Spiegeltjes. Is ook mooi. Is altijd goed, spiegels. Niet dat we er veel mee doen, hoor. En zo kunnen we een beetje aan de muziek luisteren. We moeten die andere kant op, toch? Volgens mij... hetzelfde als laatst. Ik rijd gewoon helemaal verkeerd. Nou, dan kunnen we... Oeh, sorry. Ik wil even over elkaar. Kijk, juk aan de voorhoofd, jongens. Verschrikkelijk. Ja, we hebben vandaag een beetje vies werk gedaan en dan... ja. Hier kan ik niet af. Nou, nog even. Ik heb de hele kaart overgereden. Zit ik hier, god. Oh. Ik moet daarheen. Nou, dan gaan we hier achterlangs. Kijk, hierachter hebben we ook nog gras liggen. Dat kunnen we met die grote case maaien nog wel eens een keer weghalen. Dan hebben we ook weer een wild gras natuurlijk. En de zijkant van de kaart is hier ook duidelijk zichtbaar. Nou, een beetje veldwerk. Eens kijken hoe het hier eruit ziet. Het loopt daar. Daar lopen paarden in het. Dat zijn waarschijnlijk wilde paarden. Dat is de mest. En daar moeten wij heen. Nou weet ik niet of deze. Paletten goed zijn voor ons. De barrels komen eruit. De houten pallets komen eruit en deze pallets. Staan. Oh nee, dat zijn die houtblokken. Hè? Die moeten we niet hebben. Nee, die moeten we niet hebben. Dat zijn die ophaardhoutblokken. Maar als het goed is. Het zal wel niet. Ja, dan moet ik hier straks nog even boompjes in brengen. Want deze moet het ook aan natuurlijk. Nou, ook daar hebben we nog schuren staan. En ik wou de schuren inzetten. Ja. Die kunnen we dus ook gewoon hout verkopen. Ja. Zoveel hout als wij nodig zijn, gaan wij echt geen hout verkopen. Dus de truck werd trouwens wel goed. Deze hebben wij nog. Ja. De werknemers lopen hier wel. Maar hier wordt nog niks geproduceerd. Dus die moeten wij nog even. Hier hebben we nog wat. Ook nog niks gedaan.
goed. Ja, die moet nog wel aan. Sorry voor de kaart in beeld, dan kan ik even duidelijk kijken waar ik langs moet. Zo, gezien. Aardappel was. Oh nee, dat zijn niet wasplantages. Ja, het zijn wel wasplantages, maar niet voor aardappels. Die staan daar voorop. Kan ik ook nog wel even langs rijden. Als het goed is, draaien ze. En de stomen rijden nog niet, maar kijk. Hé, eentje. Ik had er geen alle twee aardappels gegooid. Zal niet. Gaat niet goed aan hem. We moeten daarin. Oep, verkeer. Maak nou wat erover kom. En ook hier hebben wij verkeer, geloof ik. Die is niet zo heel erg. We kunnen hier langs. En dan kunnen we hier langs. Ik heb een pallets op staan, hè? Ja. Oké. Dan ben ik niet lang. Ah, mens, ga aan de kant. En dan ga hij. Hi! Kijk, die plas hier, die. Oh. Die plas daar. Daar moet ik voor betalen, dus dat gaan we lekker niet doen. Dat even naar buiten hoor. Oh. Oh. Verkeer, 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 verkeer. Maar. Geen mogelijkheid. En dan krijg ik hem er natuurlijk niet uit. Ja, toch al. De post moet er zeker weer heen, want dat is ook al aardig. Maar ja, dus we hebben nog pallets en we hebben nog geld zaten eerst. Ik heb materiaal rijp. Zouden ze blijven staan? Nee. Zo, weg. Ja, twee trekkers heb ik nog steeds staan, dus ik weet nog niet. Ik heb er nog geen beslissing over genomen. Ik heb jullie er ook nog niet over gehoord. Kan ook niet, het is nog niet in de lucht. Komt vandaag weer? Ja, ik denk wel dat ik het vandaag nog red om de vorige erop te zetten, maar nu even niet. Goed, mais is klaar. Wauw. Volgens mij heb ik hem hier staan. Ik weet niet zeker, maar volgens mij wel. Oeh, graan ook.
De trailer staat hier wel. Waarom staat de trailer hier wel? En waarom staat... Oké. Axelaars 0. Ik heb ook die grote kronen erin staan, maar ik kan geen trailer achter. Deze wel. Dus die hebben we nodig. En die zit in de kaart. En, daar hebben we die van nodig. Oké. Instappen. Dan kan ik ook gewoon hier een... wij kopen nog zo'n karretje erbij. Deze 1, 2 en 3, dat zijn van die Stevie karren. Dus hier heb je met rekhaak, een grote vrachtwagen trailer met rekhaak en een overlaadwagen met rekhaak. Daar hebben we er al één van. Wij nemen er nog een gele bij. En die staat ook hier. Ja, hij staat een beetje hoog op de wielen aan de voorkant. Raar op de wielen. Nou, jammer dan. Het werkt. En daar gaat het om. En wij nemen mee. Waar sta je? Ja, voor de koeien. En waar sta jij? Jij staat daar. Ja, is ook zo. Goed, deze pijp gaat open. Links, rechts en weer terug. Maakt niet zoveel uit. We gaan naar de hakselaar. Daar gaat de pijp open. Dan gaan wij naar de pack en die gaat ook open, uitgeklapt worden, erg grote, enorme grote. Zit ook origineel in de kaart, alleen dan is die rood, dus die moet je nog kopen. Dan moet je eigenlijk weer verkopen en opnieuw kopen. Naar de helper. Nee, spring eruit. Wij gaan naar het BGA. Nee, we willen een trekker hebben. Deze is leeg. Daar gaat hij. Nou, even hier voorlangs. Is toch nog waar niks aan gedaan. Uit worden. Lekker. Zo'n hekel. Heel. Neem dat andere stukje ook mee. Wat verdikke mij. Ja, je bent vol. Zijn wij vol.
die andere moet ook nog voor. Ik denk dat ik het eerst even in de opslag ga gooien. Want hij wordt hier toch aardig hoog. Hij gaat hier ook naar een puntje toe. En als ik hem in de opslag gooi, dan ben ik wat dichterbij. En ik kan ook de vrachtwagen meenemen. Ja, het is nou gereset. Ik heb beter hier in de silo doen. Dan staan ze niet zo lang stil. Van deze trekker zet, dan ga ik ze natuurlijk op koers zetten. Ook nog niet gedaan op deze kaart. Dat is misschien ook wel een optie, hè? Daar kan ik echt niet tegen racen. Ik moet veel sneller trekken. En minder lijk. En 81, 88, 95. En hij is weer vol. Groeiende, groeiende. Ten eerste gaan we zo even van trekken verwisselen. Eentje ietsje sneller doortrekt. Er is een groene hier vooraan. Die rijdt ook ietsje sneller. Oh, dit is gewoon niet te doen. Dan mogen we maar ietsjes langer wachten. En dan kunnen we straks met de vrachtauto kunnen wij, wel wegbrengen. Of ik zet de truck ervoor natuurlijk, kan ook. Deze is dan maar niet leeg.
die bak is ook alweer leeg. Ja, dan krijg je als je zo druk hebt. Ach ja, tuurlijk. Dan sta jij in de paf. Nee, dit doen we anders nooit, maar ja. We krijgen het in één keer druk. Hoppa. Kom, Maga, 53, 60. %75, 80. En vol. Spike. Ja, ik pak straks echt even een andere kaart. Even kijken of het daar ook zit. Want dan zit het ergens in een mod. De meeste mods wat hierin zitten, die zijn vrij redelijk. En ik kon geen foutjes zo 1, 2, 3 weer vinden. Dus ja. Hij staat ook nog met licht aan. Ja, het ziet er niet uit, maar... Ik ga naar beneden. Het staat zo ook in de kaart, dus waarom niet? Inklappen. Nee, nee, nee. Zo. Alles netjes ingeklapt. Oh, daar komen die verrekte auto's weer aan.
en rustig aan. Ik heb het om me heen. Mensen met hoofdpijn. Pop. Pof. Ja, wat ik ook had kunnen doen. Ik had die oranje kaart er ook achter kunnen zitten natuurlijk. Hè. Dan heb ik twee keer zoveel capaciteit. Waarom heb ik dat niet gedaan? Kijk, nou hebben ze allemaal bij ons. Het was wat gekker en gekker en gekker. Die zitten er allemaal aan. We zullen het zien de volgende keer. Hey mensen van nu, bedankt voor het kijken. Voor alle nieuwe abonnees, hartstikke mooi dat je erbij bent. Voor alle mensen van alles. Meneer Van Buten nog steeds bedankt. En we spreken elkaar weer. Ja, mooi.